Voorzitter, voor u staat een vierde OC&W-voorzitter. Vier, omdat we daarnet, bijna letterlijk, de eerste steen hebben gelegd opnieuw in de geschiedenis van ons OC&W. Het OC&W Woonzorgcentrum ter Deinsbeke in Zottegem wordt grondig opgefrist met een nieuwbouw waarvan de start van de werken vorig weekend met een kleine ceremonie werd gevierd. Wel, ik denk dat het Woonzorgcentrum ter Deinsbeke maar één zwakte heeft en dat is onze infrastructuur. Dus de woongelegenheden die niet meer aangepast zijn aan de dag van vandaag. En daar gaan we iets aan doen, dus door die nieuwbouw. We zijn daar toch al etelijke jaren mee bezig, voorbereidingsfase, plan van eisen, dan de plannen ook die we maken. Ik denk toch al een 4-5 jaren dat we daarmee bezig zijn. Dus, en nu gaan we ook over tot de effectieve aanvang van de werken. We rekenen op een goede 2 jaar dat we zullen bouwen. Dus in het voorjaar van 2015 moet alles kunnen opgeleverd worden. We hebben ervoor gekozen om niet traditioneel een eerste steen te leggen, maar wel om een muurtje om te gooien. En blijkbaar ben ik ook beter in afbraakwerken dan in het opbouwwerken. Vandaar waarschijnlijk dat ze mij laten een muurtje afbreken hebben.